Maar Hielp, jij bent gewoon fucking gruwelijk, hoe goed jij bent. Alleen. Ja, maar iedereen vindt het wel, iedereen vindt het wel mooi, maar jij niet. Hey, welkom bij mijn wekelijkse Stef-vlog. De vlog waarin ik jullie meeneem achter de schermen bij het televisieprogramma Design Droom. Goedemorgen. Hey. Hi! Hielke, hoe is het met jou? Wat ben je aan het doen? Ik ben even wat spullen van mijn moederbord uit de plantenbakken aantrekken. Ja. Ik was daarmee begonnen hoor. Ik was daar echt mee begonnen. Ja, jullie jatten van elkaar. Nu begint de competitie. Heerlijk. Heerlijk. Ik moet heel stil zijn, want we zijn op set. Wat ben je aan het doen, Malou? Ik ben de jury aan het afluisteren. Ze is feedback aan het geven over mij. Ah, moet ik wat even laten zien? Ja, ik heb er heel lang over gedaan. Sorry. Nee, ik ben vandaag wel relaxed. Ik ben niet heel blij. Ik ben ook niet heel boos. Ik ben ook niet heel gestrest. Je bent heel plain. Ik ben een beetje plain, maar we gaan het zien. Ja, ik ben gewoon niet helemaal gelukkig of zo met dat hele Sahara gebeuren, maar dat heb ik zelf gedaan. Het is wel een heel leuk beeld zo, kijk dan. Je ziet er heel schattig uit. Ik ben ook heel schattig. Die was heel leuk. Je kwam precies zo eronder uit. Jongens, hoe gaat het met jullie? Speerwerpen. Nou, ik ben een beetje vermoeid. Ik heb hem niet nodig, ik heb een beetje te veel besteld. Zoals altijd. Beter te veel dan te weinig. Huh? Ik heb niet echt meer wat nodig eigenlijk met een beetje een hogere afstand. Ja, wat is hier gebeurd? Beter dit dan... Hoe ga je dit oplossen? Ja, niet. Dit laat je zo. Dit kan toch niet? Wat? Ja, dat zijn hier zo. Staat te lachen. Ja, maar Hielp, jij bent gewoon fucking gruwelijk, hoe goed jij bent. Alleen. Ja, maar iedereen vindt het wel, iedereen vindt het wel mooi, maar jij niet. Vorige aflevering heb je het zo ziek geneeld gewoon. Ook al heb ik al gewonnen, je had wel echt... Ze moeten er nog even overheen. Wat vind je ervan, Hielke, dat ze dat zegt? Ja, negatieve leven. De vorige aflevering was hij echt de beste. Hij had zo'n gruwelijk ontwerp. Dit is gewoon ziek, niet erin terug. Maar ik heb tenminste mijn best gedaan. Hi guys. Gek. Bye. Spannend? Ja, maar niet zo spannend. Wie gaat eruit? Ik denk echt dat ik eruit ga. Hielke gaat het er niet uit. Denk ik. Loop van de... Ga maar lekker lopen. Succes! Ik ben onderweg terug naar huis, naar weer een opnamedag. Wat zo leuk is om te zien is dat iedereen nu op dit moment verdrietig is. Omdat de een toch ook wel heel erg bevriend raakt met de ander. Alleen dat ze ook wel bezig zijn met het voeren van een strijd. En dat vind ik wel persoonlijk ook heel leuk om te zien. Ik vraag me alleen af... gaat iedereen het volhouden zoals ze het nu doen? Want je ziet al een hele grote verschuiving. Kijk, Georgia heeft nu natuurlijk 3 afleveringen achter elkaar gewonnen. En eigenlijk had ik gedacht dat Hielke er volledig uit zou springen. Dus het is allemaal heel onvoorspelbaar. En ik kan me dat vanuit mijn eigen deelname vorig jaar nog wel heel goed herinneren. Dat je eigenlijk geen enkele garantie hebt op het feit dat je gaat winnen of dat je vooruit loopt op de rest. Dus nou ja, vooralsnog is het heel spannend. Voor nu zou ik zeggen een fijne dag en tot volgende week. Leuk dat je gekeken hebt naar mijn vlog. Vond je dat net zo leuk als ik? Vergeet dan niet om even een duimpje omhoog te doen. En als je dat dan toch aan het doen bent, abonneer je dan direct even op het YouTube kanaal van IKEA Nederland. Want dan kun je me elke week zien.